Vandaag krijg ik mijn opdracht in dit bos. En ik moest een telefoonoplader meenemen. Maar waarom moet ik dan in een tunneltje zijn? Spooky. Hallo, tunneltje. Moet luisteren? Ja. Succes, hè. Dank je. Mijn opdracht. Het is leeg. Klaas, dit is je missie. We willen dat je een antwoord vindt op de volgende vraag. Kan je je telefoon opladen zonder stopcontact? Nee. Dit bericht vernietigt zichzelf over 5 seconden. Oh ja. Wow. Oké. Mijn telefoon opladen zonder stopcontact. Maar ik moest deze wel meenemen. Dus mag ik hem nou wel of niet gebruiken? Ik weet wel wie ik ga bellen. De kennis die ik gebeld heb laat me naar het depot van Wetenschapsmuseum Nemotechniek komen. Daar vind je allemaal apparaten waar vroeger stroom mee werd opgewekt. Maar waarom ik een doos sinaasappels moest meenemen? Geen idee. Hey. Hey. Goed je te zien, man. Yes. Fijn dat je even tijd had. Tuurlijk. Als iemand weet hoe je zonder stopcontact energie kunt maken, dan is dat Diederik Jekel wel. Hij is de vrolijkste wetenschapper van Nederland en weet alles van natuurkunde. Wat is het met die zin? Heb je een vitamineprobleem of zo? Nou, je hebt daar een doos voor batterijen. Je kunt serieus, je ziet me aankijken, maar je kunt van een sinaasappel een batterij maken. Oké. Okay. Ja. Dat wil ik zien, want ik heb stroom nodig. Ja, nou, het enige wat je ervoor nodig hebt is wat elektriciteitsdraad, weet je, dat is altijd bij elektriciteit, en een spijker. Ja, nou, dan is het heel eenvoudig. Je steekt een zinken spijker in de sinaasappel. Het zuur van de sinaasappel reageert met het zink. En je steekt er nog een draadje naast. Die verbind je met elkaar, waardoor de stroom ontstaat. Beetje spannend. Als ik er nu deze twee verbind. Ik hou dan aan. Kijk. 7. Dit is 0,7, toch? Ja, dit is 0,7. Dus het is bijna 1. Ja. Nou, dat betekent dat als we nou een stuk of 10, 15 van die sinaasappels, dat moet wel genoeg zijn, dan kunnen we dit lampje laten branden. Want het telt bij elkaar op? Ja, precies. Dat wil ik zien. Dus gaan we samen aan de slag. 10. Wat zo? 12. Wat dan? Wat wil je dat ik doe? Kan jij strippen? Ja. We verbinden de 15 sinaasappels aan elkaar. Dat is even gedoe, maar dan heb je ook wat. Dan doen we deze weer in de hoek. Ik ben er wel een beetje zuur van. Joh. We zitten er lekker in. Goed, maar we hebben wel verbinding. Mag het licht aan? Nou, heb jij het lampje nog? Oh, nee, heb jij het lampje? Ik heb het lampje. Oké, als jij die er tegenaan houdt, dan probeer ik deze er tegenaan te houden. Oké. Hey. Hij doet het! Bam. Hoe vet is dit? Dit is gewoon elektriciteit uit de sinaasappel. Ik moet wel zeggen, het is een heel klein lampje. Het is een heel klein lampje en een hoop sinaasappels. Ja. Ik wil een telefoon opladen. Sorry? Je wil een... Ja, nou... Wat? Nou, dan heb je wel een hoop... Zo'n telefoon, die telefoon vertegenwoordigt met schermpjes en dingetjes, die hebben best wel grote batterijen. Dus je hebt echt veel sinaasappels nodig. Wil je een telefoon kunnen opladen? Maar hoeveel sinaasappels heb ik dan nodig? Ik denk echt wel dat je aan ongeveer 2000 sinaasappels moet gaan denken. Is dat een probleem, denk je? Ja. Dat is een beetje veel. Ja. Oké, heb je een alternatief? Nou, heel veel elektriciteit wordt opgewekt met behulp van warmte. Dus ik zou daar misschien even in kijken. Oké. Nou, ga ik doen.